Maar we hebben dus een nieuwe titel aangegeven. Dat is de Moderne Agora. Dat is een publicatie die jullie vanmiddag ook allemaal meekrijgen. En waar we nu al de eerste resultaten van laten zien. Winkelbedrijven moeten een antwoord geven op internet. Ik doe er heel veel mee, ik doe er niks mee, maar het heeft gewoon effecten op jouw formule. Je moet er een bewuste positie innemen. En net zo goed moeten winkelgebieden mee veranderen. Winkels zijn niet langer point of sale, maar het zijn ook plekken waar mensen heen gaan om service te krijgen, informatie te halen en geïnspireerd te worden. Ik heb het hele rapport nog niet gelezen, maar wat mij heel erg uit de presentatie van Arno bij is gebleven, is die kwartiermakersrol die zo belangrijk is. Juist als we nieuwsoortige functies in centrumgebieden willen betrekken, ja, dat vraagt om veel meer kennis en kunde van die andere plekken. En dat vraagt ook om langdurige samenwerking en dat je echt dingen gaat najagen en gaat puzzelen met elkaar. Ja, we hebben dat rapport de Moderne Agora genoemd, omdat we eigenlijk zien dat we onze binnensteden veel meer moeten beschouwen zoals vroeger een Griekse agora, waarin allerlei functies bij elkaar kwamen. En we hebben in onze binnensteden met een overmaat aan winkels allerlei andere publieke functies een beetje uit die binnenstad verdreven, zeg ik wel eens. En eigenlijk moeten we veel meer nadenken over al die functies weer terughalen. Maar als retailsector, ook als vastgoedsector, hebben we het dan over kunst en cultuur, zorg, ambachten. Maar we hebben ons veel te weinig verdiept in wat die sectoren nou eigenlijk nodig hebben. En dat hebben we met dit rapport proberen als een soort start in kaart te brengen. Als je nou na gaat denken over al die functies, moet je ook echt verdiepen in die sectoren. En samen nadenken hoe je dan zo'n moderne agora, zo'n vernieuwde binnenstad, eigenlijk vorm kunt gaan geven. Dus zorg niet als een institutioneel systeem wat buiten onze gemeenschap is geplaatst, maar juist heel erg onderdeel van onze gemeenschap is. En centrumgebieden zijn daar van nature heel erg geschikt voor. We hebben 700 tot 800 bezoekers per dag. Kijk, en dan wordt het interessant om dat natuurlijk naar de binnenstad te halen. Dat vond de gemeente ook, dat vond de wethouder ook. De wethouder is er ontzettend achter gaan staan en die zei, joh, wat wij gaan doen is wij gaan de bibliotheek 8.0 maken.